Aankomende dinsdag 27 april is rond 5:30 in de vroege ochtend een supermaan te zien. De grootste volle maan van dit jaar. Dat betekent dat de afstand van de aarde en de maan tijdens een volle maan op dit moment het kleinst is. Om precies te zijn 357.378 kilometer. Hij lijkt hierdoor groter en helderder dan normaal. De maan draait niet in een perfecte cirkel, maar in een ovaalvormige baan om de aarde. Wanneer de volle maan in zijn baan het dichtst bij de aarde staat, spreken we van een perigeummaan of, zoals je het misschien kent, een supermaan. Wanneer de volle maan in zijn baan het verst van de aarde staat, spreken we van een micromaan of een apogeummaan. De schijnbare diameter van een supermaan is zo'n 14% groter dan een micromaan en zo'n 7% groter dan een gewone volle maan. Dat is zo weinig dat je wel heel goed moet kijken om het verschil te kunnen zien. Soms lijkt het wel alsof de maan een stuk groter is, met name wanneer die opkomt of ondergaat en nog laag aan de horizon staat. De afstand is vrijwel gelijk, maar je hersenen neem je als het ware in de maling en daarom wordt het ook wel de maanillusie genoemd. Wil jij de supermaan van deze eeuw zien? Zorg dan dat je 6 december 2052 in je agenda zet. Hij staat dan zo'n 356.426 kilometer van de aarde. Ook dit is niet goed zichtbaar met het blote oog, maar dan kan je in elk geval zeggen dat je erbij was.